Hierbij een instructievideo over het maken van een onderzoeksverslag. Ik heb hier links in beeld zie je het document dat op onze school gebruikt wordt. De structuur van een onderzoeksverslag. En rechts zie je dus daadwerkelijk een voorbeeld van een verslag, een experiment over de valversnelling. En dit is een practicum dat ooit door mij is uitgevoerd. Daar kan je je informatie uithalen en een beetje kijken wat ik bedoel. Natuurlijk is dat uh, uh, niet helemaal wat ik van jullie verwacht. En het zijn ook andere gegevens. Maar er valt wel een beetje uit te halen naar uh, wat, wat je uiteindelijk moet doen. Het uh, structuur van een onderzoeksverslag. Uh, hier staat al dit document krijgen jullie ook uh, toegestuurd natuurlijk. Tenminste, er staat straks een link in je essay. En daarbij moet het volgende gebeuren. Er moet een titelpagina komen. Uh, daarop. Belangrijk dat het onderwerp er staat. En verder is het belangrijk uh, nou ja, dat je naam erop staat. Uh, nou, er staat hier samenwerken, maar je doet het natuurlijk alleen. Dus dat staat er niet bij de datum. De datum dat je de proef hebt uitgevoerd, de inleverdatum. Uh, dus dat staat er allemaal op. Dat zie je hier ook staan: uh, het vak, datum, uh, inleverdatum, docent en dan de klas. Maar dan gaan we naar de inhoudsopgave. In de inhoudsopgave uh, komt het volgende terug. Dat zie je straks allemaal onder, maar dat lijkt me ja, een inhoudsopgave. Het is een automatische functie trouwens in Microsoft Word. Uh, dus gebruikt die ook. Dan krijg je een samenvatting. En die samenvatting, dat, uh, nou ja, dat zegt eigenlijk: daar ga je kort beschrijven wat je gedaan hebt. Dus wat was je probleem? Hoe heb je het onderzoek uitgevoerd? Uh, wat was het belangrijkste resultaat? Dus dan ga je niet alles helemaal in detail vertellen. Schrijf ik gewoon in het kort, nou, dit hebben we gedaan. En uh, ja, dit, wa dit was onze uitkomst eigenlijk. En als er echt hele rare dingen uitkomen, dan geef je dat ook nog even aan. Nou, hier zie je dus zo'n samenvatting staan: klein stukje tekst, uh, dat is het. Dan ga je naar de probleemstelling. Uh, nou, welke probleemstelling wordt er onderzocht, en welke verantwoording is er voor die keuze gemaakt? Dus ja, wat is eigenlijk het probleem? En, uh, hoe ga je dit onderzoeken, tenminste niet hoe ga je dit onderzoeken, maar wat is het probleem, wat is de aanleiding van je onderzoek. En verder geef je daarbij uh, de formules, en het is mooi als je dat in een tabel zet, hier zie je, dat is niet mooi gedaan, maar het zou fijn zijn als je netjes je formules die je gebruikt in een tabel zet, en ook een overzicht van de grootheden en de eenheden. Waarom doe je dat? Er zijn ook leken, en een leken is zeg maar iemand die niet weet... Uh, tenminste, niet veel verstand heeft van natuurkunde. Misschien wel je vader, moeder, broertje, zusje of zo. En als zij het verslag lezen, moeten ze toch een beetje, uh, als er ergens ineens een T staat, dan moeten zij kunnen kijken: oh, dat is, de, dat is de grootheid tijd. Nou, dat is eigenlijk een beetje het idee. Uh, verder kan je in je probleemstelling ga je een beetje literatuuronderzoek doen. Dus ja, waar kan ik terecht voor mijn vragen? Uh, tenminste, waar kan ik mijn informatie vandaan? En uh, natuurlijk is dat je boek. Maar ik kan me ook voorstellen dat je informatie vanuit, van het internet haalt. En uh, als laatste wil ik in je probleemstelling dat je daarop schrijft uh, wat je verwacht. Dus dat noemen ze ook wel een hypothese. Uh, maar je schrijft hierop wat je, wat je verwachte uitkomst is. Dus als jij bijvoorbeeld de valversnelling gaat bepalen. Uh, zoals ik dat zojuist deed in het filmpje in de instructievideo van Videometer. Uh, nou... Dan zou je kunnen verwachten dat die anders uitvalt. Uh, iedereen weet dat de valversnelling 9,8 is in Nederland ongeveer. Uh, maar als ik een veertje naar beneden gooi en ik gooi een bal naar beneden, is die bal eerder beneden dan die veer. Nou, dat, dat is een verwachting. Dus ik verwacht dat dat dan anders is, uh, dan ga je naar materiaal en methode. Dan maak je altijd een materiaallijst. Uh, dus je maakt een lijstje met spullen die je nodig hebt. Hier rechts zie je dat ook. Wij hebben toen de valversnelling bepaald met een soort slinger. Wat hadden we nodig? Een stopwoord, statief, draad van de volgende afmeting, een gewicht, een liniaal. Uh, als je het voorbeeld weer gebruikt wat ik zojuist heb gedaan, uh, door dat stuk tape te laten vallen langs een meetlint, dan hebben we rottape nodig: een meetlint, een camera, het programma uh, waar we in video meten en zo verder. Vervolgens ga je ook je methode beschrijven. Dus je gaat uh, opschrijven wat je gedaan hebt. En je gaat ook opschrijven hoe vaak je dat bijvoorbeeld doet. Dus hoe vaak heb jij uh, dat practicum uitgevoerd. En nu denk je misschien, hè, hoe vaak? Maar als ik dat stuk tape laat vallen. Nou, Van één moment kan ik niet zoveel zeggen. Maar doe ik het bijvoorbeeld vijf keer. Dan wordt mijn uh, onderzoek al een stuk meer betrouwbaar. Omdat ik het uh, vaker laat vallen. En dan heb je dus meerdere... Metingen, als ik daar een gemiddelde van neem... dan heb je een meer realistisch beeld. Dan gaan we naar de foutanalyse. Uh, even kijken, hier staat hij ook. Foutanalyse alleen. Oh, hier staat hij erbij. Foutanalyse, dat is dit gedeelte. Uh, wij gaan daar niet zo ver op in... Uh, voor ons examen. Wat we wel doen... is uh, kijken naar... Waar zou, het, waar zou de fout kunnen zitten. Dus je gaat bedenken van... Ik heb gemeten met een stopwatch. En uh, in de tweede klas hebben jullie allemaal dat practicum gedaan dat je moest fietsen en dat iemand met een stopwatch langs de kant stond. Er was altijd wel één in die stond op te letten en drie seconden later die stopwatch indrukte. Dus daar zou een fout kunnen zitten. Verder ga je ook nadenken, net zoals met uh, als je het voorbeeld van mij neemt, zoals ik net mijn uh, uh, stuk tape langs een meetlint liet vallen. Dan kan je dus bedenken van nou, hou ik hem wel elke keer precies op dezelfde hoogte? Of kan daar een centimeter of twee centimeter verschil in zitten? Of druk ik wel precies op het juiste moment op play? Nou, dat soort dingen die kunnen een rol spelen. Verder hoef je hier geen berekeningen van mij te maken. Dan gaan we naar de resultaten. Nou, de resultaten zie je hier uh, bij mij in dit verslag netjes in een tabel staan. Verwacht ik van jullie ook dat je dat netjes in een tabel zet. Dit ziet er natuurlijk super ingewikkeld uit. Maar jullie uh, komen waarschijnlijk op een hele andere tabel. Uh, jullie hebben ook een hele andere onderzoeksvraag. Nou, vervolgens kan je daar, als je dat wil, of als dat uh, mogelijk is, een grafiek bij maken. Dat zijn allemaal functies in Excel en in Word die je kan gebruiken. En uh, dat is eigenlijk wat je daar opschrijft. Heb je nou heel veel resultaten, schrijf je dan alleen de belangrijkste op. En de rest komen we zo op terug. Dan krijg je conclusie en discussie. Uh, daar ga je dus eigenlijk neerzetten van, uh, nou, de conclusie is, stel ik bepaal die valsnelheid, uh, ik kom uit op 9 meter per seconde kwadraat. Uh, dus dat is een verschil van 0,8 met de werkelijkheid. En dat is de discussie van, joh, hoe zou dat nou komen? Vervolgens kom je bij 9, en dat is echt de discussie. Uh, je komt dus op een andere valversnelling uit, uh, bijvoorbeeld. En wat zou daar dan het punt van discussie kunnen zijn? Nou, hoe komt dat? Uh, wat kan ik daaraan doen? Uh, heb ik wel uh, de goede meetwaarde gebruikt of heb ik het altijd laten vallen? Maar dat kan ook een vervolgonderzoek zijn. Dus je kan ook zeggen: Hé, hey, misschien kan iemand onderzoek doen naar bijvoorbeeld de luchtwrijving. Nou, dan krijg je je referenties. Daar staan uh, uh, de artikelen in die je hebt geraadpleegd. Uh, misschien je nova je BINAS, uh, en, uh, een artikel dat je ergens hebt gelezen. En uiteindelijk bij elf. En die is niet verplicht, uh, maar heb je hier bij je resultaten nou ineens 10 tabellen en 5 grafieken? Verwacht ik overigens niet, uh, maar doe dan de belangrijkste hier neerzetten in dit hoofdstuk van resultaten en in je bijlagen zet je dan de rest van al die resultaten die je gevonden hebt. Uh, dan ben ik nog één dingetje vergeten hier bij materiaal en methode. Ik weet niet of ik het verteld heb. Maar anders vertel ik het nog een keer. Het is wel belangrijk dat je een foto maakt van je meetopstelling. Dus je laat zien hoe je gemeten hebt. Wat ook mag, is een tekening maken. Nou, als er vragen zijn over dit, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Achterin je boek staat trouwens uh, bij uh, de vaardigheden. Volgens mij is het vaardigheid 8 achterin je boek. En daar kan je ook nog eens een keer informatie vinden over de structuur van een onderzoeksverslag.